Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale video. En waarom is die speciaal? Omdat het gewoon weer in het magische Disneycraft wordt opgenomen. Maar nee, er is iets heel anders en Gio kan dat misschien wel een klein beetje uitleggen. Wij gaan rondkijken in de... Wat doe je? Ik weet niet. In de creative. Oké, welke kant gaan we op? Ik denk... Welke kant was het ook alweer waar wij heen moesten? Deze kant. Hier, deze. Naar dat ja? Wild West. Okay. Ja. Weet je het zeker dat dat die rechte lijn was? Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Dan gaan we hier naar, ik denk dan Joelle. Dat moet het voor Joelle zijn, ja. Ja. En hier, ja, ze heeft een beetje Wild West. Ze heeft ook een Woody, een painting, Toy Story, die dat natuurlijk heel erg bij hoort, bij dit plekje. We kunnen ook hier het trappetje erop. Wild West Town. Dus dat hoort erbij. En de Wild West Town. We hebben de Wild West en de Wild West. En dat ziet er leuk uit, joh. Leuk gethematiseerd. We kunnen hier naar binnen. En ik zie een laptopje staan. En een mooie Toy Story Mania poster. Hoor je natuurlijk ook bij Toy Story's Cars. Een beetje dat woestijngebied. Ik heb de inrichting gedaan. Oh, tof. Zo. Oh, is wel te zien hoor. Ja, is inderdaad te zien dat jij dat hebt gedaan. Dat is jouw stijl, hè? Met het rode carpet. Mm-hmm. Leuk. Kijk hoor. Je bent een beetje Bram aan het nadoen met de carpets. Nee, positief hoor. Heel leuk. Vind ik leuk werk hoor, met carpets. Oh, en hier wordt iemand aan de galg opgehangen, jongens. Wat gemeen. Oh. Nina, ga jij erin? Ugh. Prima. En heb je nog een bloemetje? Oh, leuk. Hier kan je ook naar boven nog. Dit ziet er leuk uit allemaal. Jeetje, jongens. Als we zo die elke plot moeten doen, zo gedetailleerd allemaal, dan zijn we morgen nog niet klaar. Even kijken hoor, maar dat geeft niet. We hebben alle tijd. Maar, hoe kan dat nou? We waren eens daar en nu zijn we schuin naar dit plot. Oh, we moeten wel die echte lijnen vasthouden. Nou, Joelle, dit heb je goed gedaan. We gaan naar de volgende. Heel leuk. En dat is deze. En dat is een halve achtbaan. Achtbaan. Die zeg maar naar boven en naar beneden gaat. En dat ziet er leuk uit. Ondersteuning werd wel realistisch neergezet. Maar Saint heeft nooit verder gewerkt. Ik dacht van, ja dag. Ik ga een beetje werken aan de achtbaan. Ach. Het volgende plot is van Iris VM. En Iris VM heeft hier een gebouwtje gemaakt met een grote deur in aanbouw. Ik wil toch even stiekem kijken. Het is een beetje een chill lounge hier. En een klein barretje, maar het is inderdaad nog niet af. Dus ik denk dat we naar de volgende kunnen. Wel leuk. Leuk gedaan, tot nu toe. Tensie in. En hier de volgende. Wie is dit gemaakt trouwens? Door Iris hadden we al gezien. De volgende is door Quinn FCT. En Quinn FCT heeft een... Ah, dat is wel een heel net eentje. Hij staat een beetje stijfjes. Maar het is wel een heel leuk soort dagobedje, lijkt het net, hè? Ja. Leuk. En Gio, kijken of er wat in zit. Maar voor mij volgens mij niet. Hij is helemaal hol. Oké. Okay. Het volgende plot is van Stefan LH0. En het ziet er een beetje creepy sfeer uit. Ik zie Gio, die heeft al die kwam eruit gelopen. En durf je nog wel? Ja hoor. Oh, dan gaan we eens kijken. Nou, gewoon kijken hoor. Ik denk wel de ingang. Ziet eruit lijkt als een soort wachtrij lijkt ja, het. Ja, oh, in hier ook. Met een skelethoofdje. Ja. Oh. Ik denk dat dit een spookhuis moest gaan worden. Ja. Zullen we eens even het is nog niet af, dus we kunnen hier misschien wel naar binnen. Oh. Het is wel heel donker. Spannend dit. Leuk gethematiseerd ook. En we gaan hier zo langs. Oh jee, we gaan naar beneden. Dan gaan we nog verder naar kijk, hier beneden is wat. Ah. Wow. Oh. Dit is apart. We gaan heel ver. Zo. Oh, dat is creepy. Je gaat de mond binnen, joh. Ja. Wow. Spannend. Wow, dit is gaaf. Oh, dat is helemaal gethematiseerd beneden, joh. Wacht, even heel donker. Light vision pakken. Kunnen we wat meer zien. Zal ik even wat drinken? Zo. Ja, als je het op een sproeit, dat helpt niet. Je moet het echt drinken, dat is zo raar. Zo. Jawel, werkt wel. Moet je je god mode uitzetten. Oh, dat is het. Ja. Kijk hoor, nou dan gaan we door. En hier is het spannend, want hier moet je naar boven toe. Ah, verder dan dit was die dus nog niet. Nee, maar wel mooi gedaan onder de grond helemaal gemaakt, joh. Ja, ja maar het was spannend. Leuk. Ja, dat vond ik wel gaaf gedaan. Dat heeft een leuke plot twist deze. We gaan, dit is de achtbaan van Mindboy Builder. En die heeft een achtbaan gemaakt met kaas of zo. Een kaasbaan. Een kaasbaan, ja. En misschien moet ik even een kart laten iemand zien. Sponge willen replacen door cobblestone en stone. Oh. Daar ga ik. Oh. Gio, wat deed je? Ik geef je even een zetje. Ik heb het gevoel, ik weet niet of we dit gaan redden met de takelingen. Want dit is wel heel erg. Ja. Ah, red je wel hoor. Kijk. Hoppakee. Oh jee. Oh, dan gaan we dadelijk naar een andere baan. Let maar op. Ah, kijk. Shit.
Oh, dan ga je terug. Ah. Gaaf. Oh, dit is tof. Goede dag. Dan gaan we naar beneden toe. Keiharde daling. Oh, we gaan nog ja, een keer. Ja, nog een keer. Leuk bedacht. Ja, heel gaaf. Ja. Dan ga ik hier naartoe. En dan kom ik denk wel aan bij het station. Het is leuk. Alleen geen ondersteuning, maar dat, ik denk dat deze nog geen aanbouw was, denk ik. Oh, hier is de grills is weg. Nou, dan kom je hier weer terug. Wel leuk. Tof. Leuk. Nou, als je een ritje wil maken, kan je altijd erin. Ik zal even hier doen. Zo. Prima. Nou, dit was een leuk plot. We gaan naar de volgende. Jane Koishra. Die heeft dit gemaakt en het ziet er wel echt heel erg gedetailleerd uit. Het is een soort zweefmolen, ja. Oh, wat mooi, joh. Ik vind deze echt heel mooi. Die heeft leuk gedaan. Heb je leuk gedaan. En dan met die fans hier inderdaad onder. Dat maakt het ook wel heel leuk. Ik vind het een hele ziet leuke... Er, ziet er wel fancy uit. Ja. No fancy. Hij ziet er fancy no uit. No offense, maar... Ja, leuk. Tof. Oh, we moeten nog de achterkant doen, trouwens. Die waren we net ook allemaal vergeten, zie je dat? Nee. We gaan gewoon kriskras door elkaar. Ik vind het goed. Anders wordt het zo dramatisch, Vinny. Ja. Deze is van Mikey RSW. En die heeft een soort van boom gemaakt. Een beetje twee van die dikke bomen. Met lianen die er groeien eraan. Lijkt wel een soort boomhut eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Een bruggetje zit ertussen. Is het ook ja, een je kan omhoog. Een bruggetje loopt. Je oh ja. Boven en naar beneden. Ja, waar kan je hier verder nog ergens heen? Oh, hij was bezig met een soort van boomhut inderdaad. Maar zo was leuk, dat hier? Leuk. Hier, ja. Hier kan je naar binnen. Oh, kijk nou. Oh, leuk. Je kan een beetje als Tarzan een beetje hierin. Ja. Hallo, lekker op de thee. Kijk, en dan kan je hier weer naar beneden. Oef. Nou. Ik ben snel naar beneden. Nou, we zijn nog op de brug, hoor. Oh, leuk. Oh, een bruggetje hier. Wat grappig. Ja. Oh, maar hier loop je dood. Oh, daar loopt de dood. Oh, dan ga ik niet naar beneden toe. Blijf jij maar daar. Oh, die gaat nog omhoog hier. De volgende is van DJ Sen. En Sen heeft iets gemaakt hier. Oh. En het is heel apart, want hij heeft het op een bergje gemaakt. Wow, nee. Oh, ik moet van deze kant zien. Wauw. Dit ziet er heel tof uit. Ja. Oh. Gaaf. Mooi uit, dit is gaaf. Dit is heel mooi. Welkom, je kan ook naar binnen, maar... Ja, dus naar binnen. Oh, er is nog helemaal niks binnen. Oh, wat gaaf. Dit is een beetje geheim dit, hè? Zo. Gaaf. Ik vind het heel tof. Het is nog niet ingericht, maar het ziet er wel qua sfeer ziet er echt heel erg leuk uit. Net alsof je een decor hebt als je het zo vanaf hier kijkt. Hè? Eigenlijk wel, ja. Als je er echt in zit. Vind het heel tof gedaan. Heel gaaf dit. Mooi. Tof. En dan hiernaast hebben we nog eentje. Wat is dit dan? Het ziet ook grappig uit. Het is van Haroon XP. En het lijkt net of hij iets heeft gedaan waar je een kart moet voor gebruiken. Maar er zijn wel een paar stukjes rails kapot. Dus die sloop ik even. En misschien, Gio, als jij hier een kart kan plaatsen. Of ik. Zo, daar gaan we. Oeh, oh, Gio. Er moet nog iemand, aan. Hè? Er moet nog iemand. Oh, shit. Daar kun je er niet in. Hij loopt vast. Oh, ja. sommige rails zijn niet gepowered, zie ik. Ja, er staat iemand voor. Celine staat er voor. Oh. Help. Oh, ik kom je redden. Dit gaat slomer. Dit gaat slomer. Oké, ik kom hier aan. Vincent, ik kom je duwen. Ja, is goed. Blijf zitten. Ja, ik ga sneller. Oh. Hoppakee. Kijk wie er is. Oh jee, kijk die ook nou in. Nee, oh, iemand duwt de andere kant op Celine. Nee. Ik ga hem halen, hoor. Bijna. Waar ben jij? Oh, daar. Hier. Ik ga langs de pistons. Oh. Haha, ik heb je gesaboteerd. Nee. Oh. Ga slopen, jij. Nee. Oh, jammer jij. Ja, nee. Ja, oh ja, ik heb het gefixt. Ik had het gefixt. Tijdens de... Mooi, joh. Ik ging door. Ik had een stukje rails neergelegd en ik schoot gewoon door.
Nou. Het volgende stuk is hiernaast. Dat ziet er ook wel gaaf uit. Dat is van, even kijken, onze grote vriend, de boy Justin. En de boy Justin heeft een plot gemaakt hier. En we gaan dus naar binnen, want het ziet er wel heel fantastisch uit. Van de buitenkant weet je niet wat het is. Oh, dat is gaaf, met stukjes kaas. Het is weer kaasland hier. Wat is een kaasboerderij? Ja, joh. Heel kaasig. Ik kan naar beneden. Oh, en dat is een fonteintje, dat springt omhoog of zo. Heel gaaf. Leuk gedetailleerd. Leuk. Gaaf gedaan. Eigenlijk best wel simpel zit het in elkaar, maar het idee is eigenlijk best heel gaaf. Hè? Ja, ja, het is dus heel mooi. Heel leuk, echt tof. Nou, we gaan dus naar de volgende, die zit er gelijk naast. Die is van Kenny Cool. Kenny Cool 2001. Ook weer zoiets dat omhoog gaat. Ja, die heeft, is dat in hier? In dit gebied denk heb je heel veel van die gebieden met... Maar het ziet er wel mooi uit hoor. Ik loop precies weer. Oh, wauw. Oh, kijk nou. Binnen is ook maar niks. Leuk gedetailleerd. Gebouwtje hier. Jump map in het water. Oh ja, met lilies. Lilies. Lilypad. Lily of the Damned. Nou, dan gaan we gelijk door naar de volgende. En dat is, even kijken, is dat hier binnenin? Ja, dat is hier binnen, maar hoe komen we eigenlijk Domino's. Hierin? Is dit van Domino's, ja? Ja. Zit er ergens een ingang? Nee, je moet er wel echt invliegen. Nou, tof. Ook een beetje gethematiseerd met, ja, een beetje wat wij ook hebben, hè, in het park. Misschien zijn, hij is wel, ja, Slaps heeft hij ook gedaan. Oh, dat is van iemand anders, denk ik. Die daarnaast was van Domino's. Oh, deze is van, even spieken. Kenny Koen cool nog steeds. Oh, hij heeft ook twee plossen hier naast elkaar. Leuk. Leuk. Oh, tof. Heel leuk. En wie was Domino's? Van Domino's. Domino's? Oh, die daarnaast komt. Ja. Deze. Kijk hoor, en Domino's is dat konijntje. Heeft heel lange konijntjeskin van Jazz Jack Rabbit uit mijn hoofd. Hij heeft een gebouwtje gemaakt. En dat gebouwtje gaan we eens binnen. Zo. Alleen eenden mogen hier komen, nee hoor. Pieter, wat vind je ervan? Mooi. Heeft hij goed zijn best gedaan? Ja. Hij heeft ook een DJ-tafel hier. Mooi hoor. Weer hier een kartje neerzetten. Ik ga dus een paar kartjes in mijn inventory doen, want ik word er niet goed van. Hatsjoe. Elke keer die eentje heb, dan gaat hij nog iets harder denken hoor. Zo. Ja, moet je zitten? Oh, moet ik erin? Oké, ja. Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar voor mij wordt ik keihard afgeschoten als ik het zo zie. Oh. Woe. Wow. Wow. Ik ga naar boven. Wacht, ik kom je helpen. Doi, doi, doi. En dan raak ik dat rode ding en dan ga ik weer naar beneden. Woe. Ik hoor muziek. Pas op hoor, ik ga heel snel. Oh, jongens, wacht nog even met dat. Dat is nog even een hoogpunt, hoogtepunt van dit. Nee, dit heeft iemand gedaan. We gaan het liedje laten afspelen en jullie gaan raden welk liedje dat is. Hier is het eerste liedje. Oké. Okay. Nou, ik herkende het niet. Nee, ik ook niet. Nou, het volgende liedje is misschien bekender. Nee. Volgens mij heeft iemand aan de jukeboxers gezeten, want dit heb ik eerder gehoord en dat klonk veel beter. Komt-ie. Michiel Games. Dus die heeft de liedjes gemaakt. En nu gaan we... Leuk die platformpjes. Jeetje, kom ik nu al niet verder? What do you want to do? Because I'm cushing. Is niet te doen, man. Wat is er? Ik ben aan het vastspelen. Oh, weer die jump map. Weer die dat je er omheen moet springen. Oh, vreselijk. Nee. Die zijn populair, hè? Oh, wat is dit nou weer? Dat is moeilijk. Oh, die heeft een heel billboard gemaakt met alleen maar posters. Ik vind het wel origineel dat je allemaal van die Disney posters neerzet. Hè? Vind je? Ja, zeker. Ik ga hem ook niet helemaal doen. Dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. Dan moet je hier gaan springen, daar. En dan moet je daarheen, dan ga je daarheen. Hier naar beneden en dan spring je het gat. En dan ben je misschien een muurgeheim hier. Zit hier een muurgeheim? Nee, ik heb hem getest. Oh, ja. Oké, je hebt je tijd verkloot om deze jump te doen. Jammer dit. Maar het is wel even zo grappig. En de volgende staat hiernaast. De volgende is van Michiel Games weer dezelfde. Dan kunnen ze dus meer dan twee plots claimen. Michiel Games redactie. Ja. Even kijken. Nou, het is een aardig leeg hier, maar Milan en Koen zitten hier.
En we kunnen nog naar boven toe. Misschien zit er wat daar. Als we dit trappetje oplopen. Er staat Leroy achter. Pieter. Oh, dit is een kantoortje. Oh, wat leuk. Robin Daven. Waar is mijn kantoor? Waar is mijn kantoor? Misschien boven. Oh, Vincent. Oh. Ik heb hem gevonden. Hier is mijn kantoortje. Ah, ik heb lekker mijn eigen kantoor. Lekker weg. Alleen. Heerlijk. Geen last van jou. Weg. Jojo. Ik zit even Disneycraft zaken te doen. Even kijken hoor. Deze is een mooie Photoshop. En weg. Blijkbaar hebben we ook kantoren voor mensen die we niet in de crew hebben.